Allee, klets, breng eens wat bier. Allee. Geen haar op een kop die eraan denkt om dat uit uw eigen te doen. Een koude zaal, ja. Wist dat daar veel interesse is geweest? De eerste die meteen op de stoep stond, dat was Jacques Matthijssen. Weet wel, die Duitser. Jij nog wel klaantjes voor een les de overnachting? Hij is wel rondgevraagd, onze klanten. Maar die wisten maar koud en stijfjes gereageerd. Dus dat weet ik niet. Dus Luc die dacht, ik zet er gewoon een stuk aan. Het mag gezeten worden. Het is stikschoon geworden. Applaus, meester. Ja, met vooroordelen moet het sowieso eens klaar zijn, hè. En daarom gaan we de uitdrukking twee linkerhanden hebben afschaffen. Alsof alle linkshandige mensen onhandig zijn. Ik kan vertellen, ik ben zelf linkshandig. In mijn geval klopt het misschien wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle linkshandige mensen onhandig zijn. En of iemand vooroordelen gelooft, dat heeft natuurlijk ook te maken met de opvoeding. Over opvoeding gesproken, die kinderen van Luc en Sandra mogen ze ook wel eens wat beter opvoeden. Pas geleden dat een van die kinderen met snoep krijgt voor mijn deur te tekenen. Toen zei ik daar iets van tegen Luc. Toen zei hij, ja, het heeft niet voor niks snoep krijgt, hè. Nou, toen heb ik die kinderen maar porno-dvd's gegeven. Het heeft niet voor niks kinderporno, hè. Ja, ik liep pas geleden trouwens door de buurt. Toen zag ik zo'n groot bord van een ooievaar bij iemand in de tuin staan. Met daaronder een bordje Merel. Ik denk bij mezelf, nee, dat is een ooievaar. Ja, wel, Tom zit de burger bij Elders vragen, hè. Zo vroeg ik, papa maakt wat vragen. Ik zeg, want ik denk dat jij er verstand van hebt. Want ik zie jou in de garage, zie ik jou al die achterin in die boekjes zitten blaren met al die blote vrouwen erin. Hé, die boekjes dat ik niet mag vertellen waar die liggen, maar mama. En toen kreeg papa een rode kop. Ik zeg, maar papa, ik zeg, hoeveel soorten borsten zijn er eigenlijk? Hij zegt, nou, dat zal ik jou eens uitleggen. Hij zegt, er zijn drie soorten borsten. En ik zeg, welke dan? Hij zegt, nou, als de vrouwen rond de 20 zijn, dan zijn het net meloenen. Rood, mooi en stevig. En als ze tussen de 30 en de 40 zijn, dan worden het net beertjes. Hij zegt, nog wel stevig, maar ze hangen een beetje. En als ze boven de 50 zijn, dan zijn het net janen. Ik zeg net janen, papa. Hij zegt ja. Als je nog kijkt, dan begint dat te janken. En daar kon mama niet om lachen. Kon mama niet lachen. En mama kijkt naar mij en zegt, ja, stil, jij weet hoeveel soorten pieten er zijn. Ik zeg, ja, dat is goed, mama, want ik kom in dat boekje met jou vragen, kan je niet vinden. En ze zegt, welk boekje? Ik zeg, nou, ik wou gewoon dat boekje bij jou pakken, want naakkastje, als ik daar een kleurboek was, want er stond op 50 tinten grijs. En toen wie mama 50 tinten op. Het zonnetje zonder weer, de gisteren in de koude stad, is nog lang niet wennen, we kunnen er niet om hebben. En wij een wilske in ons hand, wat dan maar om de kant. Van gisteren in de koude stad is nog lang niet wennen. Je kunt er niet om hennen. En bij een pilsje in ons hand, dan dan maar rond de kant. We zitten los als een mouw op de koude stad. De bossen, de haai en het kerkpad. De burger is de bemijde rot. Ook bij de kuwe kat. De gisteren in de koude stad is nog lang niet kennen. Je kunt er niet om hebben. En mij de pilske in ons hart. Oh, van de week huizen bij de carnaval. Een cursus voor een goede relatie tijdens de carnavalsdagen. John Dekai, een professor seksuologie uitgenodigd en begon met de vraag het gemiddeld aantal vrijpartijen per week. De professor riep, wie doet het meer dan 4 keer per week? Er gingen 5 vingers in de lucht. Wie doet het meer dan 2 keer per week? 3 vingers gingen in de lucht. Wie doet het meer dan 1 keer per week? 4 vingers gingen weer in de lucht. Wie doet het 2 keer per maand? 3 vingers gingen in de lucht.
één keer per maand nog een vinger. Eén keer op een half jaar, helemaal niemand. Eén keer per jaar, joehoe, ikke, groep Ralf Mertens. Ik heb u wel gehoord, zei de professor. Zei, u hoeft niet gelijk zo'n kabaal te gaan maken. Ja maar, zei Ralf, het is vanavond. Ja, de zomerspelen die zie ik hier ooit nog wel doorgaan, maar de winterspelen daarentegen. Ik was een week of twee terug op Jan Dikke Ven. Kijk, ik zal daar eens het ijs eens testen of het een beetje bekwaam is. Ik word een stap van het ijs verwijderd, gelijk dat ik werd. Met mijn knie op het ijs, klap naar beneden, ik zaak weg. Ik klauter daar aan de kant, komt dat drinken. Drinken van Ispen. Komt voorbij gelopen, is een joggingpakje. Kan je het ook nog nooit gezien, maar... Ja, drinken van Ispen. Hij zei, Juri, ben jij door het ijs gezakt? Ik zei, nee, ik was hier aan het zwemmen en het ging ineens vriezen. Dat is bekend, de perfecte vrouw. Die heeft alles wat een perfecte vrouw moet hebben. Die is een prinses in de keuken. Die is zuinig met geld. Het is een biertje in bed. Maar, Wendy, zit het allemaal niet precies op de goede volgorde? Ze is een beest in de keuken, een prinses met geld, ja, zo nog in bed, ja. Wendy, ook een feitje hoor. Maar de perfecte vrouw die heb ik. Echt, die van ons is, die komt tegen het perfecte man. Hier en daar nog een bietje schaven, maar tegen het perfecte man. Die kwam rest, kindje aan het bed. Komt ze beneden, tenminste, ze komt in de kamer, klaar de bank. Zeg, schatje. Ik heb mijn poesje lekker geschoven, dus je weet wat dat betekent. Godverdomme ook. Douche met je weer gestopt.